bijna oud en nieuw. Dus wij gaan eens kijken of de mensen dit jaar vuurwerk afsteken en wat ze hiervan vinden. Ik vind het niet leuk om te doen. En het geeft zoveel kabaal en vervelende lucht blijft hangen. Ik zelf niet, maar de kinderen en de kleinkinderen wel. Nee, doe ik niet. Nee. We hebben in België niet gewoond om dat te doen. Het wordt weinig gedaan. Nu, in de omgeving waar wij wonen, wonen ook heel wat Nederlanders. Ik spreek over Braschaat, Schoten, Schilder, die omgeving. En daar horen we dan wel wat vuurwerk, dus we genieten daar mee van. Maar het zelf, nee, zelf afsteken niet. Nee, nooit. Nee. Helemaal tegen. En waarom bent u daar tegen? Vooral voor de dieren en zo. Wij wonen in België op de buiten en al een beetje meegemaakt daar. Dus we zijn er niet zo wild van. We hebben zelf ook huisdieren, dus we schrikken er enorm van. En, ik weet niet. Het is mooi, dat zeg ik niet, maar voor mij hoeft het niet. Helemaal niet. Wij komen wel met een heel gezelschap bij elkaar. Maar ik denk dat er niemand vuurwerk afsteekt. Omdat we toch... Ik zou meer een voorstander zijn van één groot vuurwerk, waardoor een gemeente afgestoken wordt. Vooral als je de laatste tijd ziet wat de gewonden dat er ook bij vallen. En net als vanmorgen stond er in de krant dat er weer steeds meer illegaal vuurwerk op de markt komt en zo allemaal. Met alle gevaren van dien. En ik ben er dan ook wel een voorstander van dat het gewoon door een gemeente of door een iets anders geregeld wordt. Ja. Ja, dat weet ik nog niet. Absoluut, want mijn zoon wordt dan altijd, die viert altijd enorm zijn verjaardag daar. En die is de 31ste jarig, dus bij ons is het altijd een enorm vuurwerkfeest. Maar ik begrijp wel dat er, ik heb een hond en die hond is neurotisch. Dus ik snap heel goed dat er mensen zijn die daar anders over denken. Nee. Nee, dit keer niet. Vroeger wel met de kinderen, toen ze nog kleiner waren, maar nu niet. Nee, heeft ermee te maken dat we met z'n tweeën zijn nu, dus dan niet meer. Ja. En wat voor vuurwerk dan? Rotjes. Hoeveel geld besteden jullie hier ongeveer aan? Niet zoveel. Ik heb geen bepaald getal of zo. Nee, valt op zich wel mee.